Welkom bij de KWO-podcast, de allereerste karpenvisserspodcast van de Benelux. In deze show spreken we met bekende en spraakmakende karpenvissers uit binnen- en buitenland. Vissers met bijzondere verhalen, vangsten en levens waar wij natuurlijk alles over willen weten. We gaan de diepte in, zetten de vissers voor het blok, stellen kritische vragen en we proberen zoveel mogelijk succesfactoren uit hun visserij te ontleden. Geniet, laat je inspireren en leer van deze gesprekken waarin jullie tips, trucs en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus, leun achterover op de bank of aan de waterkant, pak een bak koffie, hou je stuur goed vast en luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top, mooi! Alright, KWO is podcast nummer 35. Jos Benders achter de microfoon, voor de microfoon. Voor deze keer heb ik een tip opgevolgd van een van mijn vorige gasten, Erik Hurskens. Hij tipte Jeffrey van Os, teamvisser van hem, en ben met Jeffrey in contact gekomen. Jeffrey vond het hartstikke tof om een keer mee te doen, dus heb hem voor de podcast gevraagd. Jullie gaan luisteren naar een gesprek waarin ik hem natuurlijk naar zijn achtergrond vraag. Vraag naar zijn loopbaan als visser, wat hij nog meer doet, family. Probeer ook een beetje wat body te geven aan wie hij eigenlijk is. En daarna spreken we over zijn visserij. Hij vist veel, heel specifiek, op circuitwatertjes, wat kleiner. Targetvisserij, veel moeite steekt hij erin, veel concurrentie. Dus ja, die visserij wordt eigenlijk met name belicht in deze podcast. We gaan van links naar rechts, van boven naar beneden. Dus het gaat natuurlijk ook weer een stuk breder dan dat, hè. Dat zorgt wel voor een beetje variatie. Verder, wat heb ik nog voor tofs te melden? Dit is, denk ik, als het goed is, de laatste podcast die alleen maar audio is, want de volgende is, als het goed is, audio en video. Dus gewoon via de podcastkanalen, maar ook op YouTube te zien in onze KWO Studio. Dus dat, ja, denk ik komende 2-3 weken dat we die afronden en dat we daar de eerste producties draaien en laten zien aan jullie. Heb je beeld erbij, geef wat meer gezicht eraan en we gaan gewoon eens experimenteren wat dat is. Verder, community-wise, hebben we een paar toffe projecten lopen. Keep Searching knalt natuurlijk gewoon door, maar ik heb volgens mij nog 4 of 5 delen klaarstaan. 12 Provincie Tour, Michiel, volle gang, nieuwe delen. 24 uur met een member is de eerste editie afgelopen vrijdag live gekomen. Dat is vrijdag de 28ste geweest, jongens. Daar gaan Robin Bultus en Marco Nap met een member van KWO op pad. Bekijken zijn visserij, zijn verhaal en de eerste editie staat live voor jullie. En verder wordt er gewoon volle bak gevist, gelukkig. We hopen dat corona en alle codes die er weer worden afgegeven het wel nog gewoon mogelijk maken om ook nog in het buitenland te blijven filmen. Maar goed, we doen ons best. Dus dat staat allemaal op de planning. We komen weer met een strakke actie, winactie. Houd in de gaten. Ook daarin gaan we een stukje ondersteuning voor uitzetprojecten in Nederland en België bieden. Dus hou dat ook in de gaten. Volgende week komt het artikel live. We zoeken daarin projecten. Dus ja, mocht jij je inzetten voor een uitzetproject voor je federatie of vereniging, check dat artikel. Kijk hoe je een aanvraag kan doen bij KWO om ondersteuning te krijgen voor dat project en volg die stappen. Ja, verder, hou ons in de gaten. Luister naar je podcast met Jeffrey van Os. Laat mij weten als je vragen hebt, tips, trucs, gasten. Sta er altijd voor open. Ook als je ideeën hebt of jos@karpenwereld.nl. Samen bereiken we meer dan ik in mijn eentje hier achter de microfoon. Voor nu, geniet ervan. Heb je vragen aan Jeffrey achteraf, kan altijd. Hij is op social media echt makkelijk te bereiken. Instagram doet hij volgens mij het meest. Facebook ook wel, hoor, maar DM hem gewoon, stuur hem een berichtje. Hij is echt de beroerdste niet en wil graag zijn kennis delen. Dus so far so good. Luister naar Jeffrey van Os. Alright, zijn we weer. KWO Podcast. Ik vertelde het jullie net al. We zitten vanavond met Jeffrey van Os. Primeur vanavond, want we hebben 's avonds afgesproken in Utrecht. Jeff is druk monteur, dus overdag wordt lastig. En voor mij ook wel lekker om gewoon 's avonds in alle rust op kantoor is dit te doen. Jeff, welkom. Ja. Tof. Bedankt dat je me kon ontvangen hier. Zeker. Leuk dat je de reis hebt gemaakt vanuit het verre zuiden. Daar gaan we zo over spreken. Ik begin meestal met achtergrond, maar omdat we in zo'n bijzondere tijd zitten, corona-wise. We nemen dit op eind juli. Vond ik het wel interessant voor jou. Wat merk jij ervan in je werk, privé? Wat vind je ervan? Ik denk, laten we gewoon eens even een actualiteit bespreken, ja. Wat ook gewoon alle mensen, maar ook alle vissers, denk ik,
op de een of andere manier aangaat. Ja, snap ik. Hoe sta jij daarin? Wat vind je ervan? Ik ben zelf best wel voorzichtig als het aankomt op het corona gebeuren. Ja. Dus ik heb familieleden wie ik liever daar niet mee in aanraking laat komen door mij. Ik kan zelf dan weer geen klachten hebben, maar het is toch vervelend. Je gaat je dan toch schuldig voelen. Dus ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Niet altijd mogelijk met mijn werk natuurlijk. Ja. Maar 1,5 meter, dat is toch wel... ik ben toch wel een trouwe... Ja, je probeert dat wel. Ja, ik volg dat ook zeker op. Ja, het moet ook wel. Ik kom in verschillende huishoudens ook weer met mijn werk. Dus ik... dat is toch wel... Een strikte regel eigenlijk. Want dat gaat ook gewoon door natuurlijk. Hè? Het is gewoon geen optie om dat opeens... Nee. Ik merk er ook niks van tijdens het werk. Het is bij ons heel goed geregeld op de zaak. Ja. 1,5 meter overal ontsmettingsmiddel en aparte pauzetijden. En het wordt bij ons wel goed gehandhaafd op het corona gedeelte. Ja. Wauw. Hey, en je komt vanuit Brabant, hè? Ja. Waar woon je exact? Zetterenbosch. Oké, dat valt nog wel mee met aanreizen. Dat was ook wel, niet helemaal Zetterenbosch, maar ook daar ontstond het wel. Ja, het is, we zijn de grondleggers, hè? Ja, carnaval. Toch, daar is het helemaal fout gegaan, denk ik. Maar was het dan ook dat jij echt in je directe omgeving ermee te maken hebt gehad al? Of? Nee. Ik ken ook echt niemand die echt positief getest is op corona. Ik heb wel een Facebook persoon wie dat heeft toegegeven, maar... Die ken ik ook niet echt direct, zeg maar. Dat is een oude klasgenootje. En dat is eigenlijk het enige coronageval dat ik... Wat in je buurt is. Ja. Het is zo lastig, denk ik, ook om echt te bepalen welke cijfers nou kloppen. Welke maatregelen nou echt genomen moeten worden. Ik heb zelf ook hoor dat ik liever iets te voorzichtig ben dan achteraf er anders over. Exact. Dat je toch een fout maakt ergens. Ja. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat het is wel gewoon verschrikkelijk lastig. Ik bedoel, je hebt het in je werk, wij hebben het in ons werk. Ja, iedereen. Ik denk dat elke business op de een of andere manier daar wel mee te maken heeft. Ja. En met een beetje pech, we zitten nu eind juli, begin augustus. En wie weet krijgen we die tweede golf flink over ons heen als dadelijk iedereen toch op vakantie gaat en doet. Ja, de zomervakantie. Ik hou mijn hart vast met alle... Alle jeugdigen, dat bedoel ik niet heel verkeerd, maar ik denk toch wel dat de jeugd een beetje laconiek daarover doet. Ja, maar het is ook, ik denk als ik terugga naar toen ik 18, 19 was, en misschien jij ook, ik weet het niet, maar echt begrip hebben zo lang voor zo... Dat is moeilijk. Ja, helemaal absoluut. In die leeftijdsfase. Ik bedoel, waar zit je? Je interesseert je in hele andere dingen. Ja. Je bent nog niet zo ver. Nee. Ik denk dat het gewoon heel lastig is om daar echt rekening mee te houden dan. Ja, en je doet het voor een ander, hè? Ja, tuurlijk. En dat is jezelf. Mega belangrijk. Maar ja, vertel dat maar eens aan een puber van 18, 19, 6 maanden lang... die allerlei andere behoeftes en dingen aan zijn hoofd heeft. En neem niet weg dat het gewoon moet gebeuren, hoor. Maar ja, wel gewoon heel complex. Ja, absoluut. Ja. All right. Corona blijft een ding, jongens. We gaan jullie er niet mee verder vermoeien, want kranten staan er van vol. En jullie horen waarschijnlijk de hele dag niks anders. Dus we gaan nu echt naar podcast. Jeff, je gaf natuurlijk al een paar kleine details van wie je bent, wat je doet. Wil je gewoon eens even algemeen, kort maar krachtig vertellen wie ik aan tafel heb? Ja, dat kan. Nou, ik ben Jeffrey van Os, 34 en ik kom uit Zetterenbosch, ook een ras echte bossenaar. Dat hoor je misschien niet. Ik probeer redelijk netjes Nederlands te praten. Maar je kan het wel, dialect? Nou ja, kan het. Het is niet iets wat je kan, zeg maar. Ik heb het een beetje verdrongen. Ik vind het bossentaaltje heel mooi om te horen, zeg maar. Als je die oude mensjes... Ja, dat vind ik fantastisch, maar ik vind zelf, zeg maar... ik ook voor mijn werk, zeg maar, kom ik gewoon bij te veel mensen waar... waardoor ik dat een klein beetje... ik praat het liefst de ABN inderdaad. Ja. Gewoon, of althans, een beetje... Je zult het echt wel horen. Uiteindelijk ga je het echt wel horen dat ik uit Brabant kom... dan nog niet uit Zetterenbosch. Ja. Maar ik altijd echt gewoon een bossenaar geweest. En inmiddels sinds gisteren 16 jaar gelukkig met mijn vriendin Cynthia. Kijk, toch? Ja, we hebben een kleine... Die gaat 7 worden, Jaden. Dus we hebben eigenlijk wel... ik heb het huisje, boompje, beestje verhaaltje eigenlijk. Toch wel. Vaste baan allebei, dus...
Leuk. En, ja. En beestje, je zegt het al. Ik zag ergens op social media ook. Ik weet niet of het een hond was of een... Ja, of, hè, maar... ja, een chihuahua, dat klopt. Ja, 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 ja. Mooi is dat. Mooi is dat. Hij is toch heerlijk, zo'n huisdier. Ja. Cool. Hey, en ik wil natuurlijk wel even wat meer weten waar je vandaan komt, achtergrond. Je bent dus ook echt opgegroeid in de bos. Ja. Uit wat voor nest kwam je? Werd er gevist? Broers die vissen, zussen, pa, ma? Wat, ik kom uit een redelijk jong gescheiden familie. Ja. Mijn vader en moeder zijn toen ik op jonge leeftijd was gescheiden. Ja. Daar heb ik het vissen uiteindelijk wel van geleerd van mijn vader. Mee naar de sloot en vorentjes vissen. Want hij was ook visser. Hij ja, en brasem en zo. Dus ik ben wel een aantal keer mee geweest, zeg maar. Dus uiteindelijk, uiteindelijk is het daar ooit wel een keer begonnen. En dan was ik weet het niet precies. Ik denk dat ik een jaar of 6, 7 was. Ja. En toen een tijdje, dat is een beetje verwaterd eigenlijk. En een jaar of toen ik een jaar of 15 was, ben ik weer een keer meegegaan, zijn we op een plas gaan vissen en daar hebben we gigantische brasems gevangen. Ik wist toen de tijd eigenlijk niet eens meer dat het brasems waren. Maar met je pa? Ja, ja, ja. Okay. Ja, en cool. Nou, dat was eigenlijk best wel heel leuk. En toen ben ik me langzaamaan weer gaan verdiepen in het vissen. Opgepakt met het roofvissen uiteindelijk, toch iets actiever dan het lui zitten, zeg maar. Ja. En na het roofvissen ben ik een keer gaan kijken bij mijn huidige vismaat, Davy. Die ging vissen op karper. En die ving in het bijzijn een karper. En dat was helemaal geweldig. Die drill die duurde ook echt super lang. Voor mijn gevoel althans. En zo heb ik het langzaam eigenlijk doorontwikkeld tot karpervisser. Ja, ja, super vet man. Dus je eigenlijk op je 15e kreeg je vanuit die sessie met je pa roofvissen. Ja, ja. En toen dus met die... En dit is nog steeds je vismaat ook? Ja. Ja. Oké, okay, dus daar ben je echt gewoon al... Ja, dat is mijn huidige... Al bijna 20 jaar dat je met die gast vist. Ja, absoluut. Ik ken Davy ook al heel mijn leven. We hebben samen in de klas gezeten. We hebben elkaar om de hoek gewoond. Dus ja, dat is toch wel... Tof, dat is mijn mattie. Zo'n vismaat is ook wel echt goud waard, denk ik. Dat is goud waard, absoluut. Dat, ja, ik kan hem ook gewoon altijd bellen voor de foto's. Voor whatever. Foto's probeer ik veelal alleen te maken. En dat lukt ook 9 van de 10 keer. Alleen als ik echt een hele mooie vangst heb gedaan, dan... Ja, weet je, dat is gewoon veel makkelijker. Ja, tuurlijk. Dus, het is ook mooi dat je die passie kan delen met iemand. Tenminste, ik vind en ik vond het ook altijd prachtig dat je een vangst kan delen of het voeren kan afwisselen. Ja. Of gewoon je ervaringen tegen iemand aan kan houden. Ja, jij gaat gewoon een beetje samen het avontuur aan eigenlijk. Hè? Ja. Samen één doel en dat is visvangen. Ja. En ja, dat kan... veel leuker zijn dan dat je alleen een water aanpakt. Ja. Ook niet altijd effectief natuurlijk, want je zit wel een beetje gebonden als je samen vist aan bepaalde stekken, zeg maar. Ja. Maar goed, over het algemeen kunnen Davy en ik dat prima. We weten elkaar blindelings te vinden natuurlijk. Dus maar ook dat is wel echt een relatie. Hè? Ik bedoel, dat klinkt misschien nu heel gay wat ik zeg. Ja, ik snap wat je gay bedoelt. Gay is oké, maar... want je moet echt wel... shit van elkaar kunnen hebben om goed met elkaar te kunnen vissen. Hè? Ja, absoluut. Ik heb dat meegemaakt vroeger. Ik zie het om me heen. Maten. Er gaan echt wel vriendschappen kapot op visgebied. Ja, gebied. Zeker. En het zijn dan door hele kleine irritatiepuntjes. Ja. Maar die weet je van elkaar. Die probeer je automatisch toch wel een beetje te vermijden. Ja. Maar ik denk ook dat het een hele belangrijke factor is. Echt gunnen, zeg maar. Niet te veel egoïsme daarin hebben. Ja. En gewoon die vis delen samen. Wij delen ook altijd, we vissen altijd vis om vis. Ja. Ongeacht wie waar vist, wat, hoe, dat maakt niet uit. Zeg maar. Dus dan kan je de gunfactor is wel... Dan kan je bouwen en als je dezelfde belangen hebt en als je, denk ik, ook wel dezelfde energie ergens in wil steken, dat is denk ik ook vaak een ding, hè, van joh, gaat de een veel harder dan de ander, dan wringt dat op termijn ook wel. Het is eigenlijk ook gewoon een soort vriendschap of relatie, inderdaad, dan in je visserij. Ja, geef het beestje een naam. Ja, exact. Zelfde, het komt op hetzelfde neer. Zelfde basisvoorwaarden. We zijn op privégebied ook gewoon goede maten van elkaar. Dus, tof, man. Ja, dan zit wel snor. Hey, en had je dan, je zegt 15, 16 pakte ik het weer op. Kwam er vanaf dat moment, of deze paar jaar later waarschijnlijk, ook echt een startpunt van die fanatieke periode die er nog, volgens mij nog altijd is? Die is er nog zeker, die is wel gegroeid. Ja. Eigenlijk is die hele fanatieke periode pas, ik denk een jaar of 10 aanwezig. Ja.
Want je bent nu, jij bent 34, dacht ja, ik, hè? Ja. Oké, okay. Dus vanaf je 24ste dat je echt zei ja, van... Dat echt, ja, ja dat het virus me echt greep en nooit meer los heeft gelaten, in ieder geval vooralsnog, ja. Hey, en heb je, dus je vader vist, heb je broers, zussen? Ik heb een broertje, maar die heeft 0,0 met vissen. Ik heb een zusje, die al helemaal niet. Nee, ik ben wel echt de enige. Je was wel echt, tof man. En Den Bosch, hè, regio, ik ken het niet heel goed, behalve de brug waar ik altijd overheen rij als ik naar het zuiden rij. Maar daar weet ik niet of je vist, maar hè, wat voor wateren in die regio zijn er? Wat kenmerkt die regio? Genoeg. Wij zijn echt verzadigd met water. We hebben rivieren, maar voornamelijk zijn het toch echt... grote plassen, meren en putten. Ja, dat is echt... En wat is jouw visserij? Mijn visserij is echt dressuurwater. Kleine, moeilijke, drukke putten eigenlijk. Dat is heel stom, maar dat trekt me gewoon. En het liefst een water waar geen uitzetters zitten. Echt het oude bestand. Ja. Als het heel even kan, schub. Maar goed, hè? Vis is vis uiteindelijk. Zeker. En ja, als het maar gewoon... Ja, ik weet niet. Ik weet ook niet exact waarom, maar dat trekt me gewoon. Dat, de moeilijkheidsgraad, zeg maar, en de drukte. En dan toch proberen te slagen, zeg maar. Ik denk dat wel voor mij, althans voor nu, weet je, je visserij die verandert uiteindelijk echt wel een keer. Hè? En je verschuift je visserij in de loop der jaren. Maar voor nu is dat echt dressuurwater. Ja. En heb je idee waar dat dan vandaan komt, die keuzes die je daarin maakt? Ben je heel competitief of zo? Ja, dat denk ik wel. Ja, daar komt het absoluut vandaan. Ik speel ook voetbal. En ook daar is de drive om te winnen. Of bloedfanatiek. Ja, of een potje poker of zo. Ik ben wel een slechte verliezer eigenlijk. Okay. Ja, absoluut. Kijk. Hey, we gaan zo meteen natuurlijk veel meer over die visserij vragen en bespreken. Maar ik wil even terug naar die jeugd. Hè. Middelbare school, daarna. Wat heb je gedaan? Wat niet? Wat hield je bezig? Waar... Ik heb gewoon de school, ik heb mijn school gewoon tot en met groep 8 afgemaakt. Daarna ben ik VMBO-T gaan doen uiteindelijk. Ja. Daar heb ik ook mijn diploma ingehaald. Toen was het idee uiteindelijk timmerman worden. Ja. Daar heb ik ben daar een aantal maanden heb ik daar op school gezeten. Alleen ja, uiteindelijk komt er ergens ooit het fenomeen geld in je leven en een bijbaantje gezocht, vanzelfsprekend natuurlijk. En dan heb je eenmaal die smaak te pakken. En dan is het toch verdomme moeilijk om de drijf te blijven vinden om door te werken. En het was een hele goed betaalde baan. Ja. Dus, en ja, uiteindelijk heb ik toch uiteindelijk mijn timmerdiploma, zeg maar, niet behaald. Mm-hmm. Niet afgemaakt. Ik heb die hele school ook gewoon helemaal afgekapt. Ja. En ik ben fulltime gaan werken eigenlijk, ja. Oké. Okay. Ja. En sindsdien ook in de business gebleven waar je nu in zit? Of? Nee, ik ben uiteindelijk begonnen bij een Nederlands grootste lichtkoepelproducent. Ja. En daar ben ik van onderaan de ladder tot uiteindelijk servicemonteur heb ik die weg bewandeld. Mm-hmm. Dat heb ik een hele lange tijd gedaan. Tot vorig jaar zelfs. Ja, begin vorig jaar. Ja. De vestiging sloot. Die zijn verplaatst naar een ander punt in Nederland. Ja. Dus ik heb sinds nu een jaar en een aantal maanden een hele fantastische nieuwe baan. Ook als monteur. Monteur raamdecoratie bij een van de grootste horrorspecialisten en producenten van het land. Met een business in shutters, fractions. Ja. En die monteer ik eigenlijk door het hele land. Dus ik kom echt wel op heel veel plekken. Vandaar dus dat ik ook bent, echt corona... Jij bent die gozer die dan, zeg maar, nadat je partner voor veel te veel geld shutters heeft gekocht, dat je denkt van fucking hell, kunnen we niet gewoon gordijnen neer? Dan kom jij ze monteren, zeg maar, exact. Kijk jongens, als Jeffrey nog eens bij jullie voor de deur staat, nadat je een paar duizend euro voor shutters hebt afgetikt, omdat je vrouw per se houten shutters wou, zeg maar. Nou, dat is wel mooi. Het zijn aluminium shutters. Oké, kijk. Maar het is ook, dat is ook gewoon vakmanschap allemaal. Ik heb ook zo vaak gedacht, oké, dat doe ik wel even, dat hang ik wel even op, maar dat is het gewoon niet. Nee, daar komt stiekem toch meer kennis bij. Ja, ik wil het niet heel veel interessanter laten klinken, vraag aan een automonteur of die auto uit elkaar schroeft en hij doet het voor je. Begin er maar aan en je hebt 5 schroefjes over. Exact. Plus het is gewoon vakmanschap. Je weet gewoon wat je moet doen. Je hebt goede gereedschap. Ja. Ik heb dat ook elke keer gemerkt. En dan moest ik weer die dingen op maat maken. En dan moest je die touwtjes doorknippen en dan die onderste weer eraan. Maar drama. Dus ik weet wie ik de volgende keer wie ik moet hebben.
Hey, en je bent 16 jaar samen, ben je getrouwd? Nee, samenwonend. Okay. Samen, tof. Koophuis, dus uiteindelijk een samenlevingscontract. En die kleine 7 jaar geleden, dus je werd paapje 26e? Ja, hij wordt 7. Hij is nu 6, maar dat is dit weekend gaan we zijn 7e verjaardag vieren. En ik heb hem volgens mij al ergens een keer in een waadpak naast je zien staan op social media. Ja, klopt. Vindt hij het wat? Dan ga ik gewoon heel eerlijk zijn. Vindt hij het wat? Hij vindt het leuk. Ja. Totdat de beestjes komen. Ja. Totdat... Muggen. Muggen. Shit. Absoluut, ja. Muggen. Vooral muggen. Ja. Dat is wel echt een dingetje. En uiteindelijk, weet je, ik neem zijn iPad mee, zijn speelgoed, zijn bal. Dus ik kies ook wel water uit waar er dan ook nog enigszins actie kan gebeuren. Maar vindt hij het leuk? Ik denk het wel. Maar echt fysiek de vis optillen, dat is ook nog te doen. Maar die vis moet niet wild gaan worden, want dan is het... Dan moet ik er echt gewoon heel strak op zitten, zeg maar, dat die vis niet een smak maakt. Nee, dat begrijp ik. Dus, maar uiteindelijk geef ik hem zelf de keuze. Ik wil hem gewoon meegeven dat er genoeg te genieten in de natuur is. Ja. In plaats van de iPad, de Nintendo Switch en whatever de jonge mensen van zijn leeftijd al doen. Hij doet het ook, uiteraard. Maar dat is wel moeilijk, toch? Want dat is lastig. Ik vertel je net, toen we hier aankwamen, mijn dochter is net 5 maanden. En ik heb het daar best vaak met mijn vrouw over. Hè, dat ik ook wel zie dat zij gewoon echt... Ze weet nog niet eens wat die telefoon is, maar als ze hem ziet, lijkt het alsof ze gewoon snapt van oké. Heel interessant allemaal, ja. Exact, maar hoe zorg je er dan voor dat je daar soort van, hoe doen jullie dat? Wij zorgen eigenlijk, weet je, hij heeft echt wel zo'n momentjes dat hij op zijn iPad of inderdaad op zijn Nintendo Switch wil Fortnite'en. Ja. Dat is allemaal prima, maar wel beperkt als in een uurtje per dag en... Sowieso niet na school. Na school willen we hem echt gewoon buiten hebben spelen met vriendjes. Hij heeft echt wel veel vriendjes uit de straat. En gelukkig interesseert hem dat ook, zeg maar. Hij hangt toch nog iets meer gelukkig naar het buitenspeel. Naar de buitenspeelkant dan het digitale gefocuste. Ja. Maar dat is moeilijk, ja. Ja, aansturen toch op buitenspelen en gewoon echt disciplinair nee zeggen. Gewoon straffen? Nee, ja uiteindelijk als hij dat wil en je zegt nee, ja, dan is dat vervelend. Maar ik denk als je daar eenmaal aan toegeeft en het is heel, het glipt erin. Ja, ja, want je wil even eten koken, je wil dit, je wil dat. En dan, ja, ga maar even op je iPad. Ja. En het is zo verschrikkelijk makkelijk. Maar klopt. Daar sluipt de verslaving direct erin. Ja. En... Daar maak je het verschil, jongens. Dus vaders, opkomende vaders, hou ze weg van de iPad. Tenminste, structureel, avondenlang. Ja. Ik merk het ook. Als ik op de bank en denk, ik kan er nu 10 minuten bezig houden. Of even televisie aan zetten, want ik weet dat ze dan afgeleid is. Maar ja, precies wat je zegt, die lijn is zo dun. Ja. Hey, en hobby's. Heb je verder nog dingen die je verder bezighouden? Ja. Wat vind je nog tof? Ik voetbal. Ik heb ook een lange tijd gezaalvoetbald en op het veld. Inmiddels is dat alleen nog het veld. Maar nog op niveau of bal op het dak? Nee, bal op het dak en de derde helft in de kantine. Ja, we zijn uiteindelijk wel... dit jaar waren we echt lekker bezig. Zeg maar. Weet je, ook toch dat competitieve, daar blijft het toch wel in zitten. We zijn echt al jarenlang een team. Dus we weten echt wel wat we kunnen en wat we niet kunnen. Want welk niveau speel je? Wat is dat? Ja, 6e klas. Niks. Okay. Niks bijzonders, zeg maar. Gewoon, het is echt regionaal een vriendenelftal, zeg maar. Ja, absoluut. En dat houdt me, zeg maar, enigszins nog fit. Dus dat wil ik eigenlijk wel blijven doen. Maar echt gooien soms... Ja, ik ben best wel een beetje het robbentafereeltje. Ja, er komt best wel veel blessureleed kijken. En weet je, het is allemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Uiteindelijk. Ja, je lijf wordt ouder, hè? Ja, ik ben geen oude lul of zo voel ik mezelf ook niet. Maar uiteindelijk, zo is het wel. En mijn meniscus, die is 3 jaar geleden verwijderd. En toch merk je dat je gaat nooit meer kunnen behalen wat je voorheen wel kon. En dat is ook een stukje acceptatie. En ja, goed. Daar moet je mee leren leven. Dus, maar het voetballen wil ik er wel in blijven houden. Dus in ieder geval nog enigszins
sportief bezig zijn. Ja. Hij zou in ieder geval, Jeff denk ik niet zo snel op de fiets in, want ik kwam hier aan en hij zei, ja, ben je op de fiets? Ja, een half uurtje fietsen. Ik zei, oh, ik fiets alleen maar als ik een doel heb ergens naartoe. Exact, fietsen is, fietsen moet ik echt een doel hebben. Ik kan niet zomaar een stukje gaan fietsen, althans nog niet. Ook dat zal misschien gaan veranderen dadelijk, weet je. We gaan wel stukjes fietsen met die kleine naar de stad natuurlijk, of zo. Maar, lekker, ja. Maar echt fietsen, nee, daar... Is niet jouw ding. Nee, maar nee, voor het observeren is het echt top, hè? Ja, ik heb zo vaak dat ik op mijn of mountainbike of racefiets door of langs slootjes waarvan ik denk van ja, nog nooit vis gezien. En dan opeens uit een ooghoek toch ergens weer iets zie bewegen. Ja, klopt, absoluut. En dat weet ik, maar ik leg het op de weegschaal en uiteindelijk weegt het niet zo zwaar. Ik snap je. Hey, we gaan echt naar je visserij schakelen. Je gaf net natuurlijk al aan wat voor type water, wat voor bestanden jou triggeren, wat je interessant vindt. Maar hoe ziet die visserij er qua aantal nachten, dagdelen, dagen nog uit wekelijks? Ben jij nog wekelijks een nachtje onderweg? Hoe omschrijf je dat? Mijn visserij die ziet er heel actief uit. Die is wel echt wel veranderd sinds we Jaden hebben. Voorheen werkte ik in ploegdienst ook, dus dat was eigenlijk wel ideaal. Dan was ik om 10 uur klaar. Nou, een beetje zomersdag lig je 11 uur in, ja, ready, en begint het pas donker te worden. Ja. Toen viste ik echt wel 2 of 3 nachten per week. Maar goed, ja, weet je, ook dit verandert. En inmiddels staat de teller nog op 1-2 nachtjes per week. Toch nog wel? Ja, okay. Dat toch wel, stiekem wel. Nou, respect. Ja, en heb je specifieke nachten die je pakt elke week? Of? Nee, ja, eigenlijk probeer ik een doordeweekse dag en een weekend dag te pakken. Maar ik merk wel dat het in het weekend bij ons, althans, zo denkt iedereen. Ja. Dus dan is het wel echt bij wijze van vechten om een plekje. Maar gelukkig heb ik daar niet zo heel veel last van. Want ik neem genoeg met een heel klein stekje ergens tussen het riet. Dat is voor mij prima, weet je. Ik ben echt een low profile, minimum alles. Als ik ga vissen, dan heb ik echt voor 2 hengels heb ik 2 loodjes bij. Ik moet ook echt geen lood verliezen. Ja. Dan ben ik echt de sjaak. Waar wij gewoon freeline om aan te geven. Ja, ik ben echt een man van minimum. Het moet compact, licht, klein zijn. Ja. En die 2 nachten, zijn dat dan dat je echt letterlijk 's avonds laat om 30:30 aanschuift? Of... We zijn het korte nachten, 's ochtends vroeg weer weg. Het zijn 2 verschillende nachtjes eigenlijk. De doordeweekse nacht die zal bestaan uit het op bed leggen van Jaden. En dat zal structureel rond 7:30-8:00 zijn. En dan kan ik nog naar het water. En dan zit ik toch wel weer 5 uur ingepakt in de auto om naar huis te gaan, douchen. En uiteindelijk Jaden weer naar school brengen. Ja, oké. Okay. Want jij brengt hem naar school en dan is het werken. Ja, en dan is het door naar het werk. Wow. Ja, ja. Hey, en jouw vrouw, ik bedoel vriendin, vrouw, 2 nachten in de week gemiddeld, is best fors nog. Mm-hmm. Maar dat heb je goed geregeld. Ja, nee. Ik ben echt van mening dat de thuisbasis is echt het allerbelangrijkste. Als je thuisbasis stabiel is en goed, als dat goed zit, dan kan er heel veel. En we zijn natuurlijk 16 jaar bij elkaar. Ja. Ze heeft me zien groeien uiteindelijk in deze hobby. En ik krijg daar de ruimte voor. Nou, super, en dat is man. Echt goud waard. Ja. Als dat kan en mogelijk is, dan heb je er een en die moet je gewoon nooit meer loslaten. Nee. Wauw. Ja. Tof. Hey, en die nachten, zijn er verder nog ochtendjes? Echt wel specifiek dat je die nachten pakt? Nee, ik ben geen dagvisser. Dat, ja. Dan denk ik echt bij mezelf, waarom blijf ik dan niet de nacht slapen? Ik bedoel, slapen moet toch, dan maar aan de waterkant. Pak je de uren. Ja, en 9 van de 10 keer is het overdag niet zo denderend als dat het voornamelijk in de vroege ochtend tussen, nou, prime time 4 en 7 zal zijn. Ja, dat zijn de uurtjes. Ja, dat zijn echt de uurtjes dat ik naast mijn hengel wil zitten en bij wijze van weet dat hij zo kan gaan, dat ik gewoon... Lekker, ja. Is dat ook echt een moment waarop jij zegt van ja, als je een moment moet kiezen in jouw visserij, want je moet rekening houden met je uren, je hebt niet meer onbeperkt tijd, dat zijn de uren die je wil pakken? Absoluut, ja. Okay. En dat gaat op een doordeweekse nachtje gaat hem dat niet worden, helaas. Echt, dan zit ik echt op mijn handen. Maar op een gegeven moment, ja, moet je, je moet, ja, natuurlijk, ja, prioriteiten stellen en dat is dan niet anders. Maar met een beetje geluk kan ik nog net zeg maar een vis vangen zo om van 4 tot 5 is. Is echt het moment dat het moet gebeuren op de doordeweekse nachtjes. En als ik dan in het weekend vis, dan
dan heb ik daar wel meer tijd voor. Maar dan, ook dan blijf ik niet heel lang zitten. Weet je, uiteindelijk moet je je echt beseffen, je hebt gekozen voor een gezin en die zit ook thuis. Ik neem onze auto mee, dus ja. ik neem hoofdtransport weg van huis en ik ben gewoon om 11 uur thuis. Ja, maar super, gewoon, ja. Super net zit je zo over. Ja, maar dat maakt ook zeg maar waarom ik waarom die balans het kan, goed hè. Is. Ja, ja dan maakt die balans, ik. Ja, absoluut. Hey, en de wateren die je bevist, hè, zie je daar dus die aasuurtjes 's ochtends, zie je dat eigenlijk op meerdere wateren terugkomen? Is dat iets wat specifiek dat type water is? Of is dat eigenlijk iets wat jij in jouw visserij heel veel nou ja, ziet terugkomen? Ik denk dat het is, omdat ik ook veel van die uren vis, ja. Dan zie ik daar toch wel dat de effectiefste tijden zijn. Ja. Mocht het zijn dat ik overdags vis, dan... Ja, dan kan dat veranderen, maar het is voornamelijk bij ons in de regio, ik weet niet, ik denk dat elke karpenvisser ja, natuurlijk kan beamen, zeg maar, dat eigenlijk toch wel de beste tijd is. Er is een ander putje bij ons, daar ga ik heel graag naartoe, dat is echt het is een beetje een runwater. Je kan het vergelijken met een runwater. Ja. De grootste vis die zal daar max, nou, dan heb je hem echt heel goed op 15 kilo zitten. Ja. En het gemiddelde zit daar rond de 9 à 10 kilo, denk ik, gok ik. Ik weeg mijn vissen ook niet, nooit. Oké. Okay. Voor, nou, ik denk nou 3 of 4 jaar al niet meer. Ja. Dus ik ga ook echt omdat ik dat gewoon leuk vind. Ik vind het daar gewoon plezier. Heel fijn om te vissen daar. En dat is, weet je, zodra je niet meer op kleine vis kan vissen, dat je daar niet meer van kan genieten, dan zit er iets niet lekker, denk ik. Maar op een gegeven moment raak je nooit verzadigd of zo dan, hè? Nee. Dan wil je alsmaar groter. En dat is natuurlijk net zoals met gasten die eerst een, weet ik veel, een dikke BMW hebben, dan een Porsche, dan een Ferrari, dan 6 Ferraris, dan een vliegtuig. Ik snap waar je naartoe wilt. En ik heb ook, toch? Ik heb genoeg dikke vissen gevangen, althans ja. Voor mijn gevoel. En toch geniet ik nog steeds van die kleine vissen. Ja. Ik kan daar een nachtje vissen. Met plezier, graag zelfs. Ja. Super, ja. Even in contrast zeg maar van mijn huidige visserij, van mijn normale visserij, dat moeilijk en dat lastig is, het daar gewoon lekker vissen. Ja. En ja. Moet jij vangen om een goed gevoel aan je sessie over te houden? Hoe belangrijk nee, is het? Nee. Ik denk als ik met een goede plaat, met een hele toffe foto naar huis kan, ja. En dan hoeft dat nog niet eens van een vangst te zijn, dan denk ik dat ik... En ik kijk wel zeker, dan ben ik ook een gelukkig man. Ben je ja. Gewoon tevreden, ja, ja, heb je lekker gevist. Ja. Ik vang het liefst, hè. Laat dat voorop staan. Ja, nee, dat snap ik. Dat maar snap het is ik. Sowieso niet heel denderend, zeg maar. De wateren, wie ik dan uitkies, dan al niet bevist, dat loopt toch niet storm. Je gaat daar geen 7 vissen in een nacht vangen. Nee. Dus als het dan al 2 of 3 vissen zijn, dan heb je het al goed gedaan, zeg maar. Ja, ja. Ja. Wauw. Hey, en als je kijkt naar jouw visserij, hè, zeg je dan van ik ga meer voor actie... Alhoewel het de moeilijkere wateren zijn. Of kies je ook nog eens uit die oude bestanden heel specifiek vissen waar je eigenlijk voor zit? Ik ga naar een bepaald water met het doel om daar een bepaalde vis te vangen. Ja. Zo heb ik ook de afgelopen 2 jaar en 4 maanden gevist. Ja. Uiteindelijk heb ik de vis gevangen die ik wilde. Dat was dan wel weer de topvis. Dus uiteindelijk weet je, ik ga echt wel selectief mijn wateren kiezen. Die vis die heb ik gevangen, maar het water had zo'n grote aantrekkingskracht op mij en ik ben daar uiteindelijk gewoon gaan vissen. En ik kwam steeds meer te weten over het bestand. Totdat ik op het punt kwam dat ik nog 1 vis voor mijn gevoel moest, hè, want dat begint dan moeten te worden. Ja. En dat was echt de allerlaatste vis van het hele water, van het hele bestand. En geloof me, dit is gecheckt, dubbelcheckt, factor 4. Ja. Ja. Ik heb echt, ik denk dat ik een bepaalde schub wel 11, misschien wel niet 12 keer gevangen heb. Alvorens ik dus uiteindelijk die laatste vis mocht vangen. Die laatste vis, dat was een... Uiteindelijk is dat dus je target dan, dat verandert dan naar je target. En die is een keer of 3 echt een dag voor me gevangen, een keer op de dag zelf. Dus ik ben wel heel dichtbij geweest. Ja. Maar zodra die weer gevangen is, dan begint eigenlijk het hele verhaaltje weer helemaal overnieuw. En kun je weer vanaf 0 beginnen. Ja. Maar het is me gelukkig gelukt dit jaar, dus ik ben eigenlijk best wel... Ja, kan super. Meer, was dat echt een bijzondere aanpak? Was het een hele trucendoos open? Ja, ik ben wel echt iemand die structureel gaat voeren. Niet per definitie veel, maar structuur. Ik denk dat een vis structuur nodig heeft, wil die je voerstek terugkomen bezoeken.
ik heb daar ook best wel veel moeite in gestoken. Harken en dergelijke praktijken. Dus echt mijn eigen schone stekje creëren die alleen voor mezelf is. En niet, als het even kan, voor niemand anders. En uiteindelijk ving ik die vis ook op mijn zelfgemaakt stekje, zeg maar. Dus dat, maar goed, daar heb ik inmiddels al zoveel vis van afgevangen. Dat, ja, dat was in die zin dus niet belangrijk meer. Maar het constant en structureel voeren van je bepaalde stek, dat, en dat vergt echt wel. Maar heb je het dan over, voer jij dagelijks? Ja, ik probeer het dagelijks te doen, maar sowieso om de 2 dagen. Ja, dat je gaat. Ja, ja, absoluut. Daar moet wel echt voer in blijven gaan op die stek, zeg maar. Ja. Absoluut, ja. Ja. En moest je dan nog, hè, heb jij dat je op basis van rigs of heb je daar nog hele specifieke trucs moeten uithalen om deze vis uiteindelijk te haken? Of? Nee, dat niet. Want ik weet, zeg maar, ik heb de bodem exact gewoon echt helemaal, zelfs tot duikend met mijn handen in het zand en klei vroetend gezien en gevoeld. Ik ken die stek echt alsof het mijn broekzak is. Dus ik weet, zeg maar, wel dat ik daar gewoon met een bodemaas zou kunnen vissen. Is het wel zo dat als ik een water wil gaan bevissen, dat ik altijd een pop-up in zal zetten, omdat ik gewoon puur de bodem niet ken. En als je de bodem kent, ik denk dat dat al de helft is. Maar wat voor richting vis je dan als je puur pop-up vist? Hoe ziet je? Dat hangt er ook weer vanaf. Ja. En dat, het is echt, bij mij is echt de bodem is het allerbelangrijkste. Dus in het hele vroege voorjaar kun je hem nog, daar zou je hem bewijzen van gewoon Ronnie kunnen vissen. Mm-hmm. Naarmate het wier begint te groeien, wil ik eigenlijk mee omhoog tot aan een chot die weer iets hoger staat. Ja. Dan al niet daarboven zichtvissend. Het is gewoon echt kijken wat de bodem is. De maar bodem past, is het allerbelangrijkste. Continu je visserij dus daarin aan. Ja, tuurlijk. Absoluut. En harken doe je dus ook, begrijp ik. Dus je bent gewoon echt bootje erop, plekje harken. Nou ja, als het kan. Ja, dit specifieke geval was dan gewoon in de kant, zeg maar. Dus ik kom daar vanaf de kant naartoe. Ja. En uiteindelijk weet ik dus, zeg maar, dat die stek daar is. En die bevis ik dan vanuit. Ik vind ook lijnbenadering. Niet doen wat anderen doen, zeg maar. Mm. Niet jarenlang vanaf dezelfde stek, dat daar dag in dag uit een bepaalde lijn naar diezelfde stek bevist wordt. Ik denk dat je daar ook echt zeker het verschil in kan maken. Ja. Een hele andere lijnbenadering. Dat is denk ik al de helft ook. En als je het hebt over die lijnbenadering, want ik vind het cool om daar wel wat meer over te horen, van hoe jij dat ziet. Hoe varieer jij daar dan in? Is dat hoek? Is dat bovenwater? Is dat Nee, dat is echt hoek. Dat is echt op een stekje bij wijze van zelf creëren. Yep. Om zo echt een andere hoek te kunnen bevissen, zeg maar. Naar die stek toe. Naar die stek toe, ja. Ik ben wel echt absoluut een voerbootvisserij gewend. Maar mijn visserij is echt inderdaad, bijvoorbeeld s'avonds aankomen, 's ochtends weer vroeg. Dus die rubberboot, forget it, dat gaat het echt niet worden. Dat is ook niet nodig, want ik weet dat als mijn haakaas goed op dat stekje ligt, bijvoorbeeld, dan weet ik dat het prima is. Gooiend vind ik ook prima, maar ik moet daar wel een gevoel bij hebben. Er is een keer een moment geweest dat ik 6 keer opnieuw heb ingegooid. Ja. Nou, je kan je voorstellen, op een lastig dressuurwater is 6 keer ingooien niet per definitie gelijk al slecht. Maar ook zeker niet wenselijk. Maar als mijn gevoel zegt dat hij niet goed ligt, dat ik toch iets, net, al is het maar een centimeter, dan gaat hij gewoon opnieuw. En die hengel die liep 5 minuten daarna gelijk direct af naar die 6e keer inwerpen. Dus die vis die heeft heel dat onder water, wilde hij naar mijn body en toch weer weg. De bewijsband. Nee, ik vind het, aaspresentatie en bodemgesteldheid is toch wel, neem je echt heel serieus. Heel belangrijk, ja. En een voerboot is daar heel makkelijk in. En zeker met een hele goede dieptemeter. Mijn Navigator die gaat echt, die gaat heel wat vaaruren naar dezelfde stek maken, zeg maar. Wil ik tevreden zijn met het resultaat. Dus ik uitkwam van een stek. Ja. Dat gebeurt natuurlijk uiteraard als eerst met een voerboot. Dus die is gewoon heel handig en echt onmisbaar in mijn visserij. Die gebruik je daarvoor. Ja, absoluut. En als je het hebt over die hoeken, betekent dat dan dat jij dus eigenlijk, want dat daarmee zeg je eigenlijk dat je dus, wat je net ook al zei, stekjes creëert om die hoek dus ook te kunnen veranderen. Ja. Dus je creëert ook letterlijk stekken waar jij je hengels dus tussen het riet in het water. Ja, puur om dus voor te zorgen dat die lijndruk eigenlijk niet vanuit een andere kant komt, zeg maar. Ja. En vis je dan je lijnen ook extreem slap
Om ervoor te zorgen dat die lijndruk ook nog eens minimaal is. Als de stekker toelaat natuurlijk, snap ik. Exact dat, precies wat je zegt. Als het kan, wel. Maar dat kan gewoon niet, simpelweg niet altijd. Okay. Af en toe heb je echt directe registratie nodig. En dan is het echt laadpak in, bij wijze van in je laadpak op je stretcher slapen. En direct je hengel pakken en gaan. Ja. Dat kan niet altijd, maar als het kan natuurlijk, zo slap als mogelijk. Mijn mainlijn is ook altijd fluocarbon. Of gevlochten lijn. Ja. Mono heb ik echt al heel lang afgezworen. Heb je het idee dat die vis... eigenlijk moeten we daar onderwaterbeelden nog eens voor bekijken. Hoor. Maar ik heb dat idee wel. Dat als die met borstvinnen of met een bek, met een staart ergens een lijn raakt. Die vis weet dat toch gewoon. Ik ben er echt van overtuigd dat ik ze ook. Gewoon... Ik ook. Ik ben zelfs eigenlijk nog wel overtuigd zeg maar dat door een strakke lijn het geluid... Ik ben ook echt muisstil. Als ik ga vissen dan wil ik dus ook absoluut... geen neerploffende stretches, geen emmers. Ja. Als je het liefst vis ik ook helemaal alleen. In de laatste jaren eigenlijk op jacht naar die laatste vis heb ik uiteraard gewoon in goed overleg met Davy, die had die vis ook al. Dus ik kon lekker mijn ding doen, heb ik heel veel alleen gevist, heel fanatiek ook. En dan doe ik het echt my way en dat is echt sneaky, stealthy en... Geen geluid. Dus bij wijze van als er een strakke lijn staat, dan ben ik van mening dat als je aan het praten bent, dat die vis met zijn zijlijnorgaan zelfs door trillingen op je lijn, ik ga er gewoon heel ver in. Weet je, ik wil gewoon alle factoren die ook maar een beetje zouden kunnen beïnvloeden, die wil ik weg hebben. Ja. Dus geen visite over de vloer als het kan. Nee, gewoon lekker. Gewoon wel bloedfanatiek daar. Vissen, absoluut. Ja. Misschien heb je die geluisterd in mijn podcast met René Treffers. Die is daar ook extreem scherp in. Dus geen dichtklappende deuren, geen gestamp. Exact. En zo hoort het ook. Ik denk dat elke visser kan dat wel inderdaad beamen. Ja, een beetje vissen die snapt dat. Je moet daar gewoon echt rekening mee houden. Ja. En het is misschien ook wel logisch als je denkt gewoon aan dingen als gitaarsnaren en zo. De trillingen die dan van de minste of geringste beweging komen. En het geluid wat dat veroorzaakt. Ja. En dan met name ook nog eens onder water, waar dan iets heel licht, denk ik, al beweging en trilling op zo'n lijn veroorzaakt. En dat kan, dan kan je stekje vergallen voor de rest van de nacht. Ja, ligt ook wel aan de stek natuurlijk. Hè. Ik bedoel, er zijn momenten dat ik echt gewoon recht onder de hengeltop vis, als in mijn leader nog net uit mijn hengel, laatste oog. En dan wil je dus echt helemaal stil zijn. Dan, licht vind ik ook een... om even nog terug te komen. Ja? Licht is ook echt super, super irritant. Ik wil dus ook absoluut zo min mogelijk hoofdlamp gebruiken. Gewoon eigenlijk helemaal niet. Alleen daar waar nodig. Ja. Zelfs mijn telefoon in de laagste stand vind ik eigenlijk al... Als ik dus onder de top vis... Eigenlijk not done. Ja. Dus het gaat echt... Ja, weet je... Ja, het zijn van die kleine dingen die het verschil maken. Maar ik denk ook wel dat als je kijkt naar jouw specifieke visserij... Dat dan die... kleine details het verschil kunnen maken. Want ik heb ook wel eens meegemaakt op wateren... Dat je bij wijze van spreken zelf nog een bommetje op je stek kon maken... en dat je daarna gewoon weer een aanbeet had. Klopt, er zijn wateren... Dat die vis natuurlijk heel anders reageert. Maar inderdaad, jouw visserij geloof ik ook echt wel dat dat een meerwaarde is... als je daar al rete scherp op bent. Ja, absoluut. Ja. Hey, en je gaf net aan dat je dus je stekjes creëert... en dus ook wel eens schoon harkt. Ben je er echt van overtuigd dat dan een schone stek... meer vis oplevert. Kijk, dat die beter te bevissen is, dat snap ik. Dat het makkelijker is. Maar ik heb ook altijd, naar mijn ervaring, gewoon tussen de plompe bladeren, tussen de zooi. Mark Hofman in zijn Keep Searching series legt zijn montages gewoon bovenop het wier. Klopt. Als zwemmend. Snap ik. Ben jij ga je echt voor die schoon? Heb je daar... Nee, zeker niet. Ik bedoel, die vis blijft een gewoonte dier. Ik heb ook diverse filmpjes gezien waar die vis echt tot voorbij zijn Q-deksel... In de modder aan het gaan, in de is modder toch? Aan het ja, absoluut. Dus er is niks zo beter als natuurlijk je gewoon een natuurlijke omgeving bevissen. Ja. Maar ik doe dat echt gewoon zodat ik zeker weet dat als ik dan niks vang... heeft het niet aan mijn aaspresentatie gelegen, zeg maar. Ik wil echt schoon liggen. Ja. Schoon. En voordat ik dat doe, dan weet je, de vis... Je komt in zijn huiskamer en je gaat daar iets nieuws creëren. Dat is prima. Die wil ik eigenlijk ook bevoeren met grondvoer... particles zoveel en zo klein mogelijk om zoveel mogelijk vissen, voren, brazen, het maakt me niet uit wat erop komt. Mm-hmm. En zo switch je gewoon langzaamaan door tot er enkel bollies overblijven. Ja. En dan kan goed 4 weken zijn voordat je dan zo'n stek bevist. Voor de eerste keer.
Maar dan weet je wel, want het is vaak onder de kant. Een goede Polaroid is dan natuurlijk heel belangrijk. Ja. Je ziet ook echt gewoon dat die stek gewoon leeggevreten wordt. En uiteindelijk als daar telkens vis komt, dan blijft die stek ook schoon. Ja, want die vis vreet die stek schoon, natuurlijk. Ja. En is jouw ervaring dan dat dus, visueel is het anders. Die vis is dat niet gewend, die schone plek. Is het bij jou dan zo dat je hebt geleerd dat genoeg voer die vis wel weer dat vertrouwen geeft om weer terug te komen? Of hoe, wat zijn jouw ervaringen daarin? Met die vissen die dus echt zo de klappen van de zweep kennen? Ja, ik denk zeg maar dat als je structureel blijft voeren, ja, dat die vis op een gegeven moment die stek gaat herkennen met voedsel. Nou, ik vis dus dan 1 à 2 nachtjes, zeg maar. Dus die vis die kan bij wijze van 5 à 6 keer gewoon gratis veilig. Ja. En die 1 of 2 vissen die ik daar dan van wegtrek, ja. Ik neem het voor lief om uiteindelijk je vinkjes af te kunnen vinken op het lijstje tot aan een bepaalde vis. Ik geloof het wel, weet je. Dat is een beetje mijn aanpak, hoe ik het En heb je die stekken ook wel eens doodgevist? Dus dat je zo lang op dat soort stekken door, dat je echt wel merkte dat die resultaten dan terugliepen? Ja, absoluut. Okay. Ja, weet je, uiteindelijk deel ik die stek dan in het verleden in ieder geval met Davy. Ja. Die stek die is... Die was heel stelty en heel sneaky, maar uiteindelijk is die stek wel door andere vissers ook gevonden. Ja. Weet je, die zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen. Dat is jammer, daardoor heb ik de aanbeter wel zien verminderen. Ja. Maar de topvis bijvoorbeeld, de vis waarvoor ik oorspronkelijk op dat betreffende water viste, die heb ik daar ook echt vandaan gevangen. En dat was uiteindelijk het doel en dat was gelukt. Ja. Dus voor mijn gevoel had ik er vrede mee. Gewoon geslaagd. Ja. Tof. Nog 100.000 vragen erover, maar we gaan lekker van de hak op de tak. Is er nu ook nog een buitenlandvisserij in jouw visserij? Ja, absoluut. Ik wil, als het even kan en toelaat, 1 à 2 keer richting het zuiden, Frankrijk. Oké. Okay. Moet ik zeggen dat ik probeer België toch ook wel, weet je, we rijden altijd maar door en door en door, maar België is ook echt verschrikkelijk interessant. Mm-hmm. Maar op de een of andere manier, weet je, Frankrijk, ja, gewoon voor mijn gevoel is Frankrijk echt nog steeds het ultieme land. Van welk, alle landen, wie je waar, in welk film je dan ook ziet, blijft Frankrijk voor mij in ieder geval toch echt het land. Place to be. Ja, absoluut. En ga je dan, ga je van je geloof af en daar juist naar de grote wilde wateren, onbekend? Of kies je daar ook wel de circuitwateren uit? Nee, echt het eerste. Oké. Okay. Ik wil dan echt in groot contrast met mijn huidige visserij van klein en moeilijk, wil ik de allergrootste reservoirs bevissen dat eigenlijk mogelijk is. Dus echt gewoon de grove visserij, bootvisserij. Ja, en dat houdt... Dat vind ik leuk, weet je, dan houdt je visserij ook een beetje divers. Toch even anders, een hele week. En dan is het ook anders, hè. Weet je, groot water, ik ben echt van mening, ga je naar een groot water, dan ga je niet in één nachtje. Dan moet je zo verschrikkelijk goed het water kennen, wil je daar succes hebben in een hele korte tijd. En ik heb echt maar een weekje en daarin wil ik dan toch wel, ja, vis vangen. En een week is in mijn ogen wel, als je het een beetje goed doet, gewoon op groot water gewoon prima te doen, moet zeg het, maar. Moet het ja, kunnen. Absoluut, ja. Ja. Ja, tof. Ben je al geweest dit jaar? Nee, dit jaar niet. En dat is echt... corona-wise. Ja. Zo, ja, en ga je zodra het kan? Heb je... Nou, eigenlijk zou het al kunnen, maar ik weet gewoon dat half karpenvissen Nederland, België en noem het maar op, ook nu alles weer open is en langzaamaan gaat. Dus eigenlijk probeer ik deze drukte ook nog even te vermijden en staat de planning in ieder geval ergens in oktober. Oké. Ja, en ik heb ook echt maar meestal 1 of 2 weekjes, weet je. Ja. En daar heb ik ook vrede mee. Dat is voor mij prima. Daar kijk ik ook echt naar uit. Dus daar heb ik ook wel zin in. Destination vooralsnog unknown, maar komen we ook wel uit. Ja, strak. Cool. Kunnen we misschien ooit nog eens een keer later in een volgend deel over spreken. Waar ik wel heel erg benieuwd ook naar ben, en zeg je nog 100.000 vragen, maar we gaan starten met, wat zie jij nou heel vaak dat collega-vissers op dus die dressuurwateren veel bevist als fouten maken, zeg maar. Wat, zonder naming en shaming, dat hoeft niet, maar wat zie je dus waar luisteraars ook misschien van kunnen leren, van wat jij in de loop der jaren als ervaringen op dat soort water hebt opgedaan, wat veel fout gedaan wordt, wat jij ziet? Ik ben, om een voorbeeld te geven, er is één bepaalde stek, die is makkelijk toegankelijk, die is dus uitnodigend om daar te gaan zitten.
Ik zat dus op mijn sneaky stekje en ik zag het helemaal gebeuren. Visser A kwam en er is echt niks van geloven. Ja. Visser A kwam s'avonds om een uur of 7 en die staat daar te smijten en die gooit er wel bollies in. En ik dacht echt bij mezelf, oké, je kunt het ook overdrijven. Ja. Maar goed, weet je, ieder zijn ding zal vast, hè? Iedereen in zijn waarde laten, absoluut. Dus die visser die gaat weg. En ik denk dat het 10 minuten later is en de volgende visser kwam aan. En zo zijn er 4 vissers op diezelfde dag geweest die op exact dezelfde stek aan het voeren zijn gegaan. Ja. Dus daar, op een gegeven moment ga je op je diepte meter gewoon een eiland vinden. En dan, weet je, daar liggen zo gigantisch veel bollies. Die stek die is zo te makkelijk voorhanden. Ik denk dat je stekkeuze heel belangrijk is. En uiteindelijk jezelf verdiepen in... Weet je, dat zie ik dan niet. Ik weet niet wat die vissers dan wel of niet weten van de bodemgesteldheid. Maar die is echt verschrikkelijk bepalend voor mij althans. Dus ik wil echt weten hoe de bodem eruit ziet. Ja. Wat het is. En uiteindelijk het voeren, tuurlijk, dat heeft echt wel zin. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Ik heb 2 hele goede sessies gehad. En die waren allebei nadat ik de voerhoeveelheden heb opgeschroefd. Ja. Die sessies waren trouwens overdags, iets wat ik normaliter tegen zou spreken. Dus het zijn toch af en toe de minst beviste uurtjes zeg maar, van de dag, wanneer er de minste lijnen in liggen. Die kunnen ook verschrikkelijk goed zijn. Ja. Maar ik denk toch dat de stekkeuze daarin heel belangrijk is. Ga niet op de eerste, de beste stek neerploffen waarvan je denkt, hé, hier zit ik lekker, hier kan ik lekker mijn tentje. Nee, ga tussen de brandnetels zitten en het hogerie tussen de muggen. En eigenlijk bovenop de vis, kijk waar je de vissen ook kan verwachten. En niet zomaar, hé, hier zit ik lekker, daar kan de barbecue, daar kan dat. Nee, nee, je gaat voor het vissen, althans ik. Ja, als... En zeker op zo'n water, anders ga je gewoon lekker naar een betaalwater. En dan doe je daar gewoon je dingetje of naar een veel makkelijker water, weet je. Dat, Wat ik ook hoor uit jouw uitleg, en eerder in het gesprek gaf je dat ook al aan, dat jij dus er ook voor kiest om... Je ziet vaak vissers, ik moet tegen de overkant aan vissen. Ik moet, er ligt een plateau op 60 meter. Maar jij vist ook gewoon heel bewust naar je eigen kant. Dan ga je naar de andere kant. Je kijkt gewoon daar. Je kijkt naar de kortste afstand uiteraard. Niet altijd mogelijk, hè? Want verder, als ik zie zeg maar, dat er iemand in de buurt van dat stekje vist, dan laat ik hem ook. Weet je, ik ben een hele makkelijke visser daarin. Dan ga ik weg. Dan vis ik daar morgen of overmorgen. Of weet je, mijn tijd komt wel. Ja. Uiteindelijk is het gunnen heel belangrijk in het wereldje. En er is al zo verschrikkelijk veel afgunst en haat en nijd in het wereldje. Die tijden zie je bijna. Ik ben echt een super toffe visser. Eigenlijk als je me tegenkomt, je kan me alles vragen. Ik leg het je graag uit. Maar er moet wel wederzijds respect zijn uiteraard. Tuurlijk. Dus. Maar als jij zegt van, ik kies voor de weg van de minste lijn in het water naar een bepaalde stek toe. Dat snap ik, maar je kiest er ook wel eens voor natuurlijk om dan nieuwe stekjes te creëren waar je vis verwacht, maar wat niet per se bekende stekken van het water zijn. Nee, klopt. Ik denk dat daar ook wel veel verschil in zit. Ja, dat klopt. Dat is er ook. Er is een ander water wat ik ook heel lang, heel intensief heb bevist. En ik weet ook zeg maar dat iedereen altijd op de welbekendere stekken daar viste. Ja. En toen heb ik daar een tijdje geobserveerd en daar zag ik vissen op een hele moeilijke stek. En dat was ook echt eigenlijk niet te bevissen, heb ik ook niet gedaan. Ik bedoel, een beetje gezond boerenverstand is echt wel heel belangrijk ook natuurlijk. Dus die stek heb ik me rust gelaten en toen ben ik uiteindelijk erachter gekomen zeg maar, wat de trekroute daar naartoe was. En toen heb ik ze van de zogenoemde topstek naar hun holding. Precies daartussenin heb ik ook een stekje gecreëerd, aangevoerd en uiteindelijk bevist. En ook met succes. Dus. Ja, dus je onderschept gewoon die vis. Je komt er op een gegeven moment gewoon achter door te observeren hoe die beweging is. Ja. En vervolgens kies jij er gewoon voor om dan op die trekroute ergens op te houden. Die trekroute die was echt, die had ik echt wel zo achterhaald dat ik wist dat er om exact klokslag 2 uur in de nacht kwam die vis daar weer langs. Ja, dat was zo bizar. Ja, zo echt, gewoon. Echt, dat was, en ik weet niet hoe of wat, maakt me verder ook niet uit. Weet je, uiteindelijk, als je altijd 's avonds in het donker gaat voeren, dan gaat die vis daar ook op zwemmen. Tuurlijk. Dus weet je, dat zal er allemaal mee te maken hebben, maar klokslag 2 uur, alsof de trekroute daar binnen 24 uur rond, ik weet niet hoe, weet je, dat zullen we nooit weten. Ja, dat was draak. Klokslag 2 uur, exact. Ja, fantastisch. Ja. Cool man. Dus, dus als je zegt, tips, dressuurwateren. Dus jongens, kies niet de meest voorhanden zijnde stekken. Steek moeite erin. Ga naar plekken waar de anderen niet zitten, niet vissen. Hoeken die met rust gelaten worden, et cetera. Je zegt, die bodemgesteldheid voor jou rete belangrijk. Ja. Omdat je daar natuurlijk je laatste meters op aanpast. Ja, exact.
kennis over het water, en dat is denk ik ook eentje die heel erg onderschat wordt, weet wie er bezig zijn. Dat kan je natuurlijk niet altijd weten, maar als jij gewoon veel aan het water bent en op een relaxte manier je praatje maakt met vissers, dan ja, weet je gauw genoeg wat er exact speelt. Je kan geen stack claimen, nee, maar open kaart spelen, dat kan echt. Ja, wat je plan, tuurlijk, wat je plan is en hè, ja, wanneer je wil vissen. Ja. En ja, ik denk als je zo inderdaad communiceert dat dat ja, heel goed gaat. En je zegt dan nog meer van oké, kies dus ook stekjes waar jij je aas dropt, waar anderen letterlijk niet vissen. En probeer dan dus te kijken naar, ja, inderdaad. En kom je achter een trekroute, kan je ze halverwege, kan je ze vangen. Maar ik denk ook wel, dat heb ik ook wel eens gehad, als jij een stek die met rust gelaten wordt, maar die je toch heel interessant vindt, omdat er een overhangende boom is, of hè, er is iets waardoor het je trekt, ja, wees dan ook niet bang om gewoon een hengel daar neer te leggen of zo. Ook al zegt misschien elke visser op dat water, ja, er is nog nooit een vis vanaf gekomen. Nee, klopt, doodgevist, dit ja, is platgevist, exact, geloof ik, snap dat... ik. En bij ons in de regio mag je veelal met drie hengels vissen. Ja. Maar ook daar ben ik echt van overtuigd dat lijndruk zo bepalend is dat, weet je, liever één goede scherpe hengel, ja, dat zou bij wijze van voor mij al voldoende zijn. Als ik weet gewoon dat één hengel verschrikkelijk scherp en goed ligt te vissen, dan is dat prima. Dus die tweede gaat er wel 9 van de 10 keer altijd bij, dan, ja, hè, maar dan wel echt helemaal weg van die stek. En daarmee kun je een beetje zoeken, zeg maar. Maar die derde hengel, zelden. Ja. Zelden. En die levert ook echt zelden vis op. Dat is het hem eigenlijk. Hè. Ja. Je gaat veel meer, je gaat alsnog weer creëren wat je eigenlijk niet wil. Dus laat ook ja, lekker als het kan die derde eruit. Ja, ja, tuurlijk. Ik denk dat als je de wateren vist, zoals ik denk te herkennen uit jouw visserij, dat drie lijnen ook gewoon veel zijn. Ja, en dan zeker op een weekenddag kun je ja, nagaan als dan alle gewone stekken al bevist worden. Ja. Nou, de 20 à 30 lijnen, makkelijk. Ja. En ja, dat is toch wel heel vervelend. Maar ik geloof ook wel, ik weet niet of jij die ervaring ook hebt, maar als je kijkt naar, stel je voor, die vis, die raakt de lijn van jouw rechter hengel, bij wijze van spreken. Dan denk ik dat op bepaalde wateren die vissen dat zo associëren met gevaar, dat ze bij wijze van spreken 100 vierkante meter of 300 vierkante meter rondom die hengel, of die lijn die ze gevoeld hebben, gewoon zien als oké, no-go area op dat moment. Ja, daar ben ik zeker van mee. Helemaal in mee, ja, die slaan op slot. Ja. Die vissen slaan echt gewoon voor op slot. Voor dat gebied. Absoluut, ja, voor een bepaalde tijd. Ja. En dan, dat klopt. Dus daarom wil je eigenlijk je lijn zoveel mogelijk camoufleren, slash ja, maskeren, slappe lijn. Maar goed, daar kunnen we weinig aan doen uiteraard dan. Als dat gebeurt, dan is dat heel vervelend. Ja. Maar als dat dus een soort prutshengeltje is, en die zorgt ervoor dat dus je twee goed gekozen stekken vervolgens dood zijn, omdat die vis die prutslijn... Dan kun je er beter uitlaten. Ja, dan ja, kan je inderdaad zeker beter die keuze ja, maken om niet ja, die derde hengel dan te vissen. Absoluut. Soms absoluut, hoor je wel eens van, ja, nou, derde hengel, hè, ja, ik kan mijn vis opleveren. Ja, dat klopt. Maar hij kan ook zo verschrikkelijk veel ramen ja, gooien. Maar ja, of positioneer hem dan zo. Wat ik dan wel eens deed, is dat ik hem bijvoorbeeld in mijn eigen kant legde. Echt dus dan wist, ja, dan ja, wist ik gewoon van, ja, oké, die hengel die ligt in mijn eigen kant, niet ver weg. Die lijn loopt strak langs mijn eigen oever. Dus ja, als hier een vis tegenaan zwemt, oké, dat zou wel heel ongelukkig zijn. Maar dan wist ik in ieder geval dat die twee andere stekken niet veilig van ja, die niet lijn negatief waren. Beïnvloeden. Ja, snap. Dat, ga ik ook helemaal in mee. Absoluut, ja, ja. Ja, dat zijn denk ik ook dingen waar je echt je voordeel uit kan halen ja, in die specifieke visserij. En aas, hè? Jij hebt natuurlijk, je bent volgens mij al een tijdje dat je gesponsord wordt door KGB. Hè? Ja, klopt. Hoeveel waarde hecht jij aan de keuze van je aas, de samenstellingen, diameters? Ik ben, laat voorop staan dat ik geen aasguru ben. Ja. De bolly moet mij aanspreken. Oh, ja. Dan weet je, uiteindelijk moet hij de vis aanspreken. Maar voor mijn gevoel moet ik, hem zelf ook accepteren. En dan ben ik echt van mening dat ik sowieso een zoete en een vismeel door elkaar gemixt wil hebben. Eigenlijk om ook weer een groot deel van het bestand als eerste instantie aan te kunnen spreken. Mm-hmm. En daarna ga je gewoon kijken welke body loopt het beste. En je wisselt het gewoon per sessie af. Dan vis je er een zoete op. Dan, want je mixt gevoerd. Yeah. Of je voert gemixt. Dus dan kun je kijken wat het beste loopt.
Maar over echt de details met percentage en ingrediënten, ga ik gewoon straight up zijn. Ik ben geen aasgoeroe daarin. Volg je adviezen van mensen die je absoluut, ja. En ik ben ook echt van mening dat Koos daar de hele route en weg heeft bewandeld. Dus dat is echt, dat is een klik die je gewoon met... Volg je zijn. Ja, absoluut, ja. Zo'n stukje vertrouwen, denk ik. Ja, wat daar heel belangrijk is. Ja. Hey, en waar ik heel benieuwd naar ben, hè, jij zegt dan in je intro, zeg je voorkeur schubs. Ja. Heb je een bepaald type aas, dus of zoetebasis of vismeelbasis, waar je daarin hebt gemerkt dat je misschien kan selecteren? Nee. Okay. Ik heb wel gemerkt dat ik, weet je, ik denk dat het per water verschilt. Ja. Er is één water waarbij ik op een vismeelbolly echt beduidend de spiegels ertussenuit ving. Oké. Okay. Ja, dat is heel... En dan specifiek uitzetters of zo? Die... Nee. Want, oud bestand? Nee, ja, was echt oud bestand. Ik vis echt niet heel veel wateren waar ik uitzetters kan verwachten, zeg maar. En dat is eigenlijk meer omdat ik mezelf wil focussen op één... Je kan niet 6 wateren in een jaar bevissen. Althans, dat vind ik. Als noem het target vissen, dan heb je daar eigenlijk geen tijd voor. Je wil zoveel... Je wil al die energie in één... Dan al niet 2 misschien wateren stoppen. Dus. Ja. Maar op dat betreffende water ving ik echt met een vismeelbolly de spiegels. Dat was wel heel raar. Ja. Daar zag ik wel een eigenlijk beduidend meer. Ja. Oké, tof. Ja. En heb jij specifieke voorkeuren voor diameters, vormen? Vormen niet zozeer. En dit klinkt misschien heel stom, zeg maar. Weet je, die vis die wordt al jaar in jaar uit belaagd met ronde gekookte balletjes. Ja. Maar mijn haka's en mijn tijdens de sessie bollies, noem ik het maar, zeg maar, als ik echt ga vissen, die zijn nooit of de nimmer rond. Maar ik voel wel met rond. Oké. Okay. Ja, dat is heel, heel stom, maar dat... Want, wat zit daar voor gedachte achter? Is dat een soort onderscheidend vermogen of zo? Weet ik niet. Ja, weet je, je geeft ze vertrouwen met je ronde bollies, maar je wil uiteindelijk... Ik voer natuurlijk ook, als ik ga voeren, haal ik ze ook door de kussen, dus er komt ook dat gemengde in. Maar ik denk toch dat het... Dat het net anders is dan de normale, ronde, gewone bolly, zeg maar. Er gaan altijd een half, de helft gaat er vanaf, dan vis ik hem half. Of weet je wel, meerdere hoekjes er vanaf. Ja. En ik weet niet, dat is voor mijn gevoel. Maar dat kan, het is exact wat je zegt. Ja. Dat kan gevoel zijn, het kan inderdaad die vis, die acceptatie net wat stimuleren of zo. Voor mij werkt het vooralsnog, zeg maar. Heel goed. Dus is het ondanks of dankzij, dat zullen we nooit... Snap ik, maar dat is wel een ding wat jij dus vaak... En diameters, heb je dan wat visje 18, 20 groter? 15 en 20 door elkaar. En eigenlijk is dat meer omdat ik van mening ben dat één bepaalde bolly, zeg maar... Ik vind het fijn als die vis verschillende diameters naar binnen zuigt, waarbij die bij de ene met dezelfde zuigkracht ineens die bolly naar achteren schiet en dan weer wat minder. Dus hij moet zelf een beetje... Hij begint gewoon te stofzuigeren. En dat is allemaal prima totdat mijn haakaasje ertussen ligt. Dus het liefst gemengd. 15, 20, dat... Dat voer je dus gemixt en dat vis je eigenlijk ook gemixt. Ook gemixt, exact. En dan gaf je al eerder aan dat je dat ook nog weer aanvult met... Stukje particles, grondvoer. In het begin. Enkel om de stack op te starten. Op te starten, lopend te krijgen. Ja. En vis je dan ook wel eens met een particle? Gebruik je wel eens een tijgenoot? Of hoe? Zelden. Ik heb een haat-liefde verhouding met tijgenoten. Okay. Ik vind het echt fantastisch. Die dingen die ruiken zo verschrikkelijk lekker. Ja. Bij ons heb je gelukkig geen last van kreeften of zo. Dus we kunnen ook gewoon uit de voeten met bollies. En tijgenoten, dat kan echt het verschil zijn. Want natuurlijk heb ik echt in het verleden ook meermaals mee gevist. Ja. Maar... Ik weet niet hoe of wat of waarom. Uiteindelijk val ik altijd weer terug op die bolly. Oké. Okay. Ja. Dat is gewoon echt jouw basis. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En vis jij dan nog... als je zegt, joh, dat is zo belangrijk voor mij dat alles goed ligt. Vis jij bijvoorbeeld een hard hoekbeet om zeker te weten dat... Nee. Je vist gewoon dezelfde bol als waarmee je voert. Tenzij het wier omhoog gaat, zeg maar. Ja. Want ik bijvoorbeeld op de andere hengel de niet... Het is niet dat ik altijd op dat stekje, zeg maar, vis... Mm-hmm. Als ik dus naar de bodem ga kijken, ga ik eigenlijk nagelang de bodemgesteldheid een keuze maken. Ja, of je pop-up of bodem. Ja, of een stukje foam, zeg maar. Nu, deze tijd, is het gewoon echt... Je wilt die zicht erin hebben. Dus ja, en dan wordt er niks gevoerd. Dan ga je echt single de vis zoeken en ziggen. Ja, ja. Wauw. Snap ik dat je daar... Die zichtvisserij, dat is wel een ding. Ik ben daar sowieso gewoon... Dat ik daar, volgens mij in Bled in 2014 hebben we er één keer mee geëxperimenteerd. Maar
Is dat echt een onderdeel van je visserij? Zet je hem echt in? Ja, ja. Uiteindelijk heb ik toch wel, denk ik, weet je, ik kijk alleen naar mezelf en gebruik ik hem toch wel. Ik kan mezelf, denk ik, wel de stempel meegeven dat ik het een en ander van zich weet, zeg maar. Ja, je zet hem wel gewoon echt met vertrouwen, zet je tuurlijk, hem in. Ja, absoluut. Ja. Tuurlijk, er is toch niks als al die vis bovenin ligt. En, ja, fantastisch, klopt. Ja, maar je moet wel even qua techniek weten. Ja, hè? Klopt. Welk aas gebruik ik om de boel te stimuleren? Hoe werp ik met 6 meter achter me? Niks. Ik doe dus geen aas. Ik voer dus niks bij. Nee, het is echt gewoon echt een single foam. Het haakaasje, zeg maar. Ja. Dus echt, het moet gewoon een interesse zijn. Een langscruisende, langzaam, half water hangende vis die denkt, hey, dat is interessant. Ik pak hem mee. Ja, tuurlijk. Ja. Gaan we daar, misschien wel in een video of in een ander deel gaan we daar mee. Ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Wat me nog te binnen schoot net, een paar dingen die me nog triggerden. We hadden het even over die lijn maskeren. Hè? Geloof jij dat die vis jouw lijn ziet? Ligt eraan hoe je vist natuurlijk. Ik bedoel, strakke lijn, die zal die echt wel kunnen zien. Maar ik ben ook wel van mening dat die 's nachts, dat die hem niet ziet. Dat denk ik niet. Okay. 's Nachts dan is het gewoon echt donker. En dan gaat hij hem niet zien. Dan heb je het alleen over het zicht. Hè? Ja, maar voelen is wat anders natuurlijk. Ja. Hè? Want je gaf eerder in de podcast al aan dat natuurlijk dat zijlijnorgaan, en voor de jongens die misschien een stukje bio dan wat minder hebben, er loopt gewoon een horizontale streep over beide zijvlakken van de vis. Hè? Ongeveer op halve hoogte, toch? Ja, over de vlak. Ja, dat is eigenlijk, je ziet hem ook. Hè? Het is een heel dun lijntje of zo. En ik heb altijd begrepen van de biologen dat ze gewoon zeggen dat het een soort van sensor is. Ja, misschien. Ja. Ik heb een hele toffe foto van een schub. En dan zie je ook echt, dan zie je dat lijntje als in gaatjes. Echt exact. Ja. En die zijn zo verschrikkelijk goed zichtbaar. Daar zag ik echt heel mooi. Vond ik dat wel heel bijzonder. Maar die vis, die weet echt veel meer. Die is zich echt heel bewust van zijn omgeving. Ja. Zicht, voelen, ruiken, proeven. Dat wel. Ja. Ja, dus dat is echt. Maar dat zijlijnorgaan is denk ik veel meer inderdaad dat voelen of zo. Of het opmerken van veranderingen. Ja, en drukverschil voelt hij daarin. Ja. Ja. We moeten daar ook nog eens een keer een bioloog. Ik moet echt op mijn lijst zetten. Ik moet een keer een bioloog hebben die wat meer over dat soort zaken kan die vertellen. Die dat diep op ingaat. Heel interessant. Dat, ja. dat gaan we nog een keer gaan we doen. Hey, een paar random vragen nog. En dan gaan we ook naar... gaan we zo meteen afronden. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, je hebt natuurlijk het voorrecht dat je vanuit wat sponsorships best wel wat gear kan en mag veranderen. Zijn er artikelen in je visserijproducten of zo waarvan je echt zegt van luister, die hebben mijn visserij zo veranderd of zijn zo'n plus voor mijn visserij de afgelopen seizoenen? Ja, zeker. Ik ben eigenlijk al vanaf toen ik begon echt met fanatiek karpenvissen een voerboot gebruiken. En mijn voerboot staat echt op nummer 1. Ja, dat is oké. Het is niet dat ik lui ben of dat ik niet kan werpen, maar het is gewoon makkelijk, stelt die. Gewoon jouw precisieding. Absoluut. Okay. Ja, zeker. En daarbij zijn in de hedendaagse karpenvisserij de telescopische tweedelige hengels, in dit geval van Aqua dan, die zijn ook echt eigenlijk wel onmisbaar. Weet je, uiteindelijk hebben wij dus 1 auto, zoals ik al eerder zei, en alles moet in 1 auto als in een krappe hatchback passen. En de Atom-serie in dit geval, die heeft daar echt op ingespeeld. Die is voor de kleine, compacte, mobiele visserij. En zolang het maar compact is, weet je. Ik kan me die tijd nog herinneren dat je een 12 voet foedraal van achter tot tussen je voorstoelen. Ja, dat je liep te kloten met schakelen. Ja. En dat je dan zeg maar aan beide kanten kon je er niks meer bovenop. Want dan... Oh, joh, je hengels in je nek en alles kan kapot. Nee, die tijd is wel echt... Die hoeft niet meer. Daar heb je wel echt een switch in gemaakt. Ja, zeker. Hey, en als je kijkt, daar kunnen we natuurlijk ook een podcast over vullen. Maar ik ben wel nog even benieuwd naar... je hebt al aangegeven, die bodemgesteldheid bepaalt jouw rig, jouw aaspresentatie. Ben je heel erg van de variatie op richtgebied? Hè? Dus ga je heel erg mee in Engelse trends, in variaties? Of heb je eigenlijk een soort standaard palet? To go to. Ja, eigenlijk best wel. Ik ben wel iemand die dat heel erg interesseert. Zeg maar een beetje de potjes en de pannetjes. De kleine... en alle nieuwe hype, zeg maar. Uiteindelijk
proberen we het allemaal op de een of andere manier, maar ik moet dan wel het nut en de reden ervan snappen en accepteren, zeg maar. Ja. Maar 9 van de 10 keer, ja, het is zo cliché, maar val je toch wel weer terug op het standaard onderlijntje, echt zonder poespas. Ja. Ook geen shot om de hoek en alles. Ik heb het ook wel allemaal geprobeerd, maar nee, gewoon standaard basic of een pop-up presentatie. Ja. En die zal 9 van de 10 keer een shot, een hinged stiff of een Ronnie zijn. Ja. Dus ja, vrij normaal eigenlijk, ja. Geen mega experiment. Nee. Okay. Wel heel veel interesse natuurlijk. Ja. En geprobeerd, maar uiteindelijk val je toch weer terug op je vertrouwde... Ja. Ja, je vertrouwt onderlijntje. Is het dan eigenlijk dus ook zo, als je kijkt naar die dressuurvisserij, dat dan jij veel meer steekt in voorbereiding, stekkeuze, manier van aanvissen van die stek, dan dat het dus per se die laatste 60 centimeter meter is die dan... Absoluut, tuurlijk. Voor mij is het heel logisch natuurlijk. Ja. Ik bedoel, als die vis gewoon op je stek is, dan maakt het eigenlijk nog niet eens heel veel uit waar je mee vist. Ja. Als je presentatie schoon ligt en je hebt hem gewoon echt op je voer zitten, dan gaat hij hem pakken. Dan kun je daar elke fantastische wonderlijn neerleggen. Ja. Maar je gaat hem dan toch, althans, daar gaan we dan vanuit, dan ga je hem toch wel vangen. Ja. Maar dan ga je er dus vanuit dat hij met de juiste voorbereiding op jouw stek is, met vertrouwen daar aankomt, aast. Ja. Ja. Dat je op het goede tijdstip daar je aas hebt liggen. Ja, dus. Maar daar zit zoveel werk in. Gaat wel heel gigantisch veel voorbereiding aan vooraf natuurlijk. En dat zie je niet. Maar dat betaalt zich echt wel dubbel en dik uit. En tijdens het vissen let ik er zelfs eigenlijk wel op om nog even terug te komen op hoe ik voer, zeg maar. Ik voer ook nooit over mijn lijnen. Ja. Nooit echt. Want dat wil je niet. Je wil elk contact vermijden met de lijn. Mm-hmm. En ook niet... Uiteindelijk gebruik ik een voerboot. Maar het liefst... met meerdere keren op en neer dan, om niet te veel aas op hetzelfde plekje te krijgen. Dat die vis echt moet zwemmen om de onderlijn te kunnen strekken uiteindelijk. Ja. Dus er zit echt wel gewoon goed nadenken over je visserij. Dat is heel belangrijk. Ja, ik denk dat het vaak op dat soort wateren zeker onderschat wordt. Ik denk dat we ook wel eens onderschatten hoe conditionering die vis... Het is niet slimmer, maar hoe die vis gewoon gewend raakt aan bepaalde patronen. Ja, exact. En dat je dat moet beseffen wat dat doet. Of doorbreken. Ja. Je wil of in ieder geval op inspelen en aanpassen. Ja. Maar niet onderschatten dat die conditionering er gewoon is. Die is er zeker, absoluut. En wat die doet. Ja. Hey, paar vragen nog. Heb jij een visser uit jouw netwerk waarvan je zegt, oké, Jos, tof. Die heeft een bijzonder verhaal, een bijzondere visserij. Die ook eens interessant zou zijn om te interviewen. Oef. Oei, eens even met de deur binnenvallen. Ja. Ik denk... Ja, dat is lastig. Iemand voor wie ik dus... bijvoorbeeld met wie ik wel gewoon echt open kaart kan spelen en zo. Ja. En dat is ook ook wel een redelijk bekende gast in het wereldje. Komt bij ons uit de buurt. Erik Hakvoort. Dat is wel een tof als je die zou kunnen strikken als hij zin in heeft. Dus ja, daar heb ik ook wel veel respect voor. Een beetje dezelfde visserij als ik, zeg maar. Dus, top. Ja. Hakvoort, als je luistert, dan wordt het tijd. Ga ik je benaderen. Voordat we het laatste stukje hebben, kiezen of delen is altijd mijn afsluiter. Gewoon even je gut feeling, niet te politiek correct, maar gewoon eventjes jouw voorkeuren. Aantal weet ik misschien al, maar goed, we gaan ze gewoon toch stellen. 10 of 12 voet? 10. Zoet of vismeel? Je mag nog maar één bol kiezen. Vismeel. Struinen of statisch? Statisch. Licht of zwaar lood? Dus licht in de zin van 40, 50 gram, zwaar 160 plus? Licht. Oké. Vis in Frankrijk of vis in Nederland? Vis in Nederland. Bestaat FC Den Bosch nog? Zo, deze is onder de gordel. Oh, ja? Ja, bestaat wel. Oké, maken we de... Ik had eigenlijk PSV of Willem II staan, maar bij jou moet dan worden PSC of FC Den Bosch. Ja, nou, Den Bosch, ik ga hier... Daar was toch iets met een eigenaar die niet helemaal... Ja, daar was... Die is inmiddels niet meer, niet meer in het spel. Er is weer potentie. Exact. Lekker, ja, lekker. Ja. Was verder niet om onder de gordel te staan, maar ik schoot me echt even te binnen Den Bosch. Hij heeft gewoon natuurlijk een voetbalclub. Ja. Hey, een weekje met de familie op vakantie of een weekje vissen in Frankrijk? Oeh, gewetensvraagje dit. Ja. Echt een gewetensvraagje dit. Vissen in Frankrijk. Kijk, gewoon recht voor zijn raam. Een onbekende 19 kilo schub of een bekende 24 kilo spiegel? 19 schub. Onbekend. Ja, zeker. Schub sowieso... of spiegel, hoef ik je eigenlijk ook niet meer te vragen. Ja. Actie of target?
target. Ferrari of Tesla? Tesla. Trump of Poetin? Zo, wat is dit joh? Ja, dat is mooi, even je politieke... Trump. Ja? Ja. Mooi, die laatste verzon ik erbij hoor. Die gooi ik er ook af en toe nog wel eens in. Hey, heb jij Jeff nog een boodschap voor luisteraars waarvan je zegt van jongens, doe dit, doe dat. Nah. Een wijsheid waarmee we kunnen afsluiten. Geniet van het vissen. Laat die weegschaal lekker thuis. Ga voor de run, voor de actie. Ga voor het gevoel om vis te vangen en niet voor die kilo jagen. Ga lekker nog genieten van de natuur en alles om je heen. De natuur is helemaal gratis. We krijgen het allemaal gratis. Zeker. Fantastisch toch? Amen. Ja. Amen. Alright. Jeff, dankjewel voor je tijd. Voor de moeite die je erin hebt gestoken om deze kant op te komen. Jongens, meisjes. Wij zijn denk ik met een week of 2 tot 3 zijn we er weer. Ik probeer elke 2 weken. Maar ik moet zeggen dat het in deze tijd toch al vrij lastig is. In verband met alle coronamaatregelen. Week of 3 dus denk ik dat we er weer zijn. Mochten jullie vragen hebben aan Jeffrey uiteraard over zijn visserij. Wat hij al zei, hij is gewoon benaderbaar, toegankelijk. Mocht je hem zien, stel je vragen. Ben je benieuwd nog naar bepaalde zaken die we besproken hebben? Denk ik dat social media misschien het makkelijkst is om met jou in contact te komen. Ja, ik ben wel een fervent gebruiker Instagram. Instagram, Ja, Jeffrey van Os, dan ga je me vinden. Dubbel F en de chique, dus O-S-C-H yes. Voor de kenners. Jongens, dank jullie wel. Voor nu over en sluiten. Het is 9:15. We gaan naar huis. En tot de volgende aflevering. Hoi. Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO-podcast. Nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die inmiddels voor je klaarstaan op de KWO-community. Vanaf €4,95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast scoor je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member, bekijk alle updates op de website of download de KWO-app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.